Hey ambitieuze vrouw, super 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 welkom en heel leuk dat je er bent. En SME, super leuk dat jij ook wil aansluiten. Vandaag ben jij te gast als virtueel assistent en wil jij jezelf even kort voorstellen. Wie ben je en wat doe je en voor wie? Ik ben SME Woon, bijna 42 jaar, precies over een maandje word ik 42. Ik woon nu in het mooie Drenthe sinds, eigenlijk 2 maanden woon ik in het mooie Drenthe. Ik ben in juni 2019 als VA gestart. En het is vooral office manager wat ik doe voor coaches, trainers en therapeuten. Kijk, ik richt me echt op een specifiek doelgroep, omdat mijn missie is samen de wereld een stukje mooier maken. En dat doen hun voor de klanten, dus ik wil hun graag ontzorgen, zodat ze nog beter hun klanten kunnen helpen. En zo mooi. Kunnen we met z'n allen een steentje bijdragen. Ja. Je vertelde net, want we hadden elkaar natuurlijk al even gesproken van tevoren. Van, ik doe dit werk als VA nu bijna 5 jaar. Hè? Want we hadden het erover, goh, wanneer is het nou geweest dat jij bij ons het programma hebt gevolgd om jouw bedrijf op te starten. En gewoon alweer bijna 5 jaar geleden, ja. Ja. En weet je nog, toen je van tevoren, hè, voordat jij wilde starten als VA, waar liep jij toen tegenaan in jouw werk? Of in jouw leven? Nou, ik ben in 2017 plots kwam mijn functie te vervallen. Dus ik van de een op de andere dag kreeg dat te horen en ik mocht meteen naar huis. Dus had ik zoiets van, ja, een baan in loondienst geeft ook niet heel veel zekerheid. Dus toen zat ik al na te denken, zou ik voor mezelf gaan starten? Maar ja, toen durfde ik het nog niet. En ik wist ook niet wat ik zou gaan doen. Dus dan heb ik alweer heel snel een andere baan gevonden. Maar ja, het paste gewoon echt niet bij mij. Ik kon daar niet mijn talent in kwijt. Ik moest echt een andere persoon zijn. En ik raakte me daar zo mezelf volledig in kwijt. Dat eigenlijk mijn man zei, waarom begin je niet iets voor jezelf? Nou, en zo is het ontstaan. En toen heb ik een programma gevolgd. En volgens mij was het iets van passie naar werk of van werk naar passie, in ieder geval zoiets. Ja. Dat is meer om te kijken, wat wil je gaan doen, ongeacht of je het al kan, wat er voor nodig is. En dat ben ik toen gaan volgen en echt gaan opschrijven. En toen kwamen er eigenlijk 2 dingen uit. Of gewoon office manager, VA of gewichtsconsulent. En toen kwam ik opeens meer informatie over VA tegen en ik denk, ja, weet je, dat past eigenlijk gewoon het beste bij mij. Gewoon lekker met, vooral cijfertjes en gewoon lekker achter de computer. En daarbij de investering is dan ook niet zo heel groot. Hè? Mm-hmm. Je hebt een opleiding hoe je een bedrijf start. En een computer. En voor de rest, ik ben begonnen aan de keukentafel. En ben mijn bedrijf gestart. Ja. Ja. Dus voor mij gaf vooral de doorslag dat bij de VA-opleiding, dat daar ook een stuk zat, hoe start je nou een bedrijf op? Ja, ja, want jij zat in loondienst, je hebt een andere baan, dus nog nooit gestart als ondernemer. Dat was helemaal nieuw. Je partner zei van, is dat niet iets voor jou om voor jezelf te starten? Wat heeft jou uiteindelijk echt gedreven om die start te maken? Dus waar heb jij het echt voor gedaan? Ja, echt voor mezelf. Ik had gewoon geen plezier in mijn werk. Ja. En ja, werk is toch een heel groot gedeelte van je leven. Dus ja, dan moet je er wel echt plezier in hebben. Ja, precies. Ja, dus eigenlijk daarom. En ik had echt zoiets als ik gewoon financieel een klein beetje kan bijdragen. En ik voel me gewoon gelukkig en happy. Ja, dan is het gewoon al, dan is het gewoon geslaagd. Ja. Dat is gewoon het idee. Ja. En je zegt van, goh, vooral ook plezier in mijn werk, hè? En als ik een stukje financieel kan bijdragen. Ja. Is er nog iets geweest waarvan jij, als je nu terugkijkt naar ruim 5 jaar geleden, wat je tegenhield om die stap te zetten? Was er een bepaalde angst of onzekerheid waar je tegenaan liep? Nee, eigenlijk niet. Ik heb me nog nooit zo zeker over iets gevoeld. Want als een baan in loondienst van de een op de andere dag kan ophouden, ja,
ja, waarom zou je dan niet de stap maken? En in 2017, toen ik dan de functie kwam te vervallen, toen had ik nog 2 hypotheken. En daarna, een jaar later, 2018, toen verkochten we het appartement. En toen had ik zoiets, ja, nu valt het gewoon echt samen. Dan heb ik ook gewoon, dan voel ik ook gewoon die vrijheid om het vanuit rust en ontspanning op te kunnen starten. En dat is voor mij gewoon heel belangrijk om het zo te doen. Ja, ja, rust en ontspanning. Ja. Ja. En als je nu kijkt naar, ja, je zegt van, goh, ik ben aan de keukentafel begonnen. Ik had nog nooit ondernomen, hè. Hoe belangrijk is het voor jou geweest om echt te ontdekken waar jouw passie lag? Om echt te ontdekken van, oké, van deze werkzaamheden word ik heel erg blij. In relatie tot het succes van je bedrijf. Aan het begin heb ik gewoon eigenlijk alles aangepakt. Puur om te kijken wat vind ik leuk en waar ben ik echt heel goed in. Mm-hmm. Ik ben echt niet gericht juist op de boekhouding, omdat ik bedrijfsadministratie heb gedaan en administrateur ben. Ik denk, dan ga ik echt meteen de veilige kant in. En dat wilde ik niet. Dus dat heb ik echt bewust niet gedaan. Nou, en toen kwam ik eigenlijk heel snel achter dat ik alles leuk vind. Dus echt de office manager, planningen maken, zorgen dat de trainers op de juiste plek zijn. Maar ook de boekhouding, de offerte. Dus echt het complete plaatje. Ja. En dat is wat ik nu echt doe voor verschillende klanten. Dus het liefst alle ballen in de lucht houden. Ja, dus een beetje de spin in het web. Ja. Ja, en je zegt iets heel moois. Wat ik vaak tegenovergestelde hoor. Van vrouwen die dit willen gaan doen. Die vinden het sowieso ook heel erg lastig. Van ja, wat kan ik dan eigenlijk allemaal doen? Ze komen uit iets wat ze altijd al hebben gedaan. Qua opleiding of werkervaring. En vaak gaan ze dat dan doen uit die veiligheid. En jij zegt heel mooi. Ik heb daar heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Ja, en in loondienst was ik ook altijd back-office manager. Dus daar hield ik ook meerdere ballen in de lucht. Ja. Dus, dus ik deed ook wel de administratie en echt de financiële administratie. Maar ook gewoon, ik zorgde dat de kassasystemen werkten. Het afromen van het geld. Dus ook gewoon heel divers. Mm-hmm. Ja. En je hebt heel bewust gekozen voor datgene van waar je hart het meest blij van werd. Hè? Waar je echt voelde van hier ligt mijn passie en hier wil ik verder in ontwikkelen en anderen bij helpen. Ja, dus echt bewust niet gekozen voor één ding. Want daar word ik gewoon niet blij van als ik de hele dag hetzelfde kunstje moet doen. Ja. Maar gewoon echt heel breed. En als het telefoon gaat, weet ik niet wie er belt. En ja, dat vind ik altijd al wel leuk. Ja, voor welke klant zou het zijn? En wat ga je dan oppakken en doen? Dus ik vind het heel leuk. Ja. Dus het heeft je ook heel veel uitdaging gegeven, afwisseling? Ja. Ja, en heb je veel nieuwe dingen geleerd toen jij startte? Ja, de marketing, dus echt social media. Dus daar help ik ook mijn klanten in. En hoe kun je als coach nieuwe klanten aantrekken? Want dat werkt natuurlijk heel anders als een webshop of wat dan ook. Hè? Omdat het toch echt meer op gevoel is. Dus nieuwsbriefsystemen kende ik bijvoorbeeld niet. De koppelingen met de website en het nieuwsbriefsysteem. Dus ik heb eigenlijk alles moeten leren. Ja, ja. Ja, dat is, als je dit gaat doen, dan is het heel erg belangrijk dat je wil ontwikkelen en dat je leergierig bent. Ja, en ik had geluk dat ik alle tijd had. Dus ja, want jij zat in de WW-situatie en ik vertel jouw verhaal heel vaak, hè, wat ik net al zei, aan klanten, omdat ik het zo knap vond hoe jij dat toen destijds hebt aangepakt. Misschien wil je daar even iets kort over delen. Ja, ik had het geluk dat ik het vanuit de WW mocht doen. Want het voordeel daarvan is, dan word je wel iets gekort. Maar je hebt geen sollicitatieplicht. En je mag gewoon een half jaar eigenlijk ontdekken of je het leuk vindt. En dat gaf mij gewoon heel veel ontspanning. En vanuit ontspanning heb ik echt zo mijn bedrijf kunnen opbouwen. En ik weet nog, aan het begin baalde ik wel eens. Hè, want dan was ik nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dat mocht ook niet, want je zit nog in die onderzoeksperiode. En dus je wilt al wel, maar je kan ook nog niet. En toen
waren er ook nog geen klanten. En gelukkig hadden wij ook coachingsgesprekken. Dus dan, nou, dat komt goed. En ik schreef me in bij de Kamer van Koophandel. En de eerste week meteen een klant. En in die maand had ik daarna 3 klanten. Dus ik had de eerste stop al in de maand. Omdat ik natuurlijk ook gewoon leertijd had. Ja. En ik was eigenlijk gewoon al de hele druk bezig. En het voordeel was dat het vanuit rust en ontspanning ging de aanloop. Dus dat ik echt gewoon mijn bedrijf van A tot Z heel goed heb neergezet. Ja, en net ook wat je zegt, hè, van goh, elke nieuwe klant kost dus tijd en energie. En je kunt dus niet echt 10 klanten tegelijkertijd gaan helpen, nieuwe klanten, want het is gewoon niet te doen. Dat hoor ik ook wel eens vaker. Van dat is gewoon heel erg belangrijk dat je daar de tijd en de ruimte voor neemt. En ik weet nog wel dat jij zoveel aan het zaaien was op de manier hoe je het leerde. En dat ik echt dacht, wow, diep respect voor jou. Want er kwamen maar geen klanten. Maar je was het wel aan het toepassen in op de manier hoe je het geleerd had. Maar ineens was het ook echt boom, hè? Ja, en het voordeel daarvan wel, was met die marketinggesprekken, goede gesprekken of het klantonderzoek. Dus ja. Dat je het wel leert. Dat je wel leert om inderdaad te praten met iemand, je verhaal te vertellen. Dus op zich is het ook wel goed als het aan het begin nog niet, zeg maar, je ideale klant is. Want dan kun je wel het beste oefenen natuurlijk. Ja, ja, zeker. En volgens mij kon je binnen 3 maanden toen het UWV opzeggen? Ja, het is gewoon een 6 maanden is dat. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk al wel iets overlap. En dan na een half jaar dan heb je een afspraak. En dan kun je zeggen van, of je stopt met je bedrijf, dat kan ook. Of je gaat verder en dan kun je nog een klein beetje aangevuld worden. Stel dat je nog niet genoeg inkomsten hebt, dan kun je aangeven van ja, voor 50%. En dan moet je eigenlijk dus voor die andere 50% een baan zoeken. Of zoals ik zei van joh, het gaat helemaal goed. Ik wil gewoon volledig met mijn bedrijf door en een stapje uit de WW. Ja. En ik heb voor dat laatste gekozen. Ja. En dat kon ook. Ja. Dus, ja, super tof hè. En ik weet nog wel dat jij toen zei, mijn partner gaat ook een dag minder werken in loondienst. Om jou ook te ondersteunen of te helpen of samen te werken. En nu is hij ook volledig zelfstandig ondernemer. Ja. Ja, hij zei toen gewoon een keer van, joh, wat doe je eigenlijk de hele dag? Ik ben wel nieuwsgierig van, je bent altijd aan het werk. En ik zat gewoon in de woonkamer aan de keukentafel. Dus ik zei, nou, ik kon er een keer naast zitten. En toen kwam ik er net niet uit, iets met de website. Hij zei, oh, mag ik eens proberen? En hij lost het gewoon op. Ik denk, hoe doe je dat toch? Ja, en zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen bij hem. Dus dat hij een dag minder is gaan werken, hè, zodat hij ook een beetje kon meekijken. Nou, en 1 klant die groeide zo hard. En die zei, nou, kan Marco niet nog een dag minder werken, zodat hij kan meehelpen. Want anders had ik niet genoeg tijd om die werkzaamheden te doen voor de klant. En zo is het eigenlijk bij hem ook begonnen, dat hij volledig voor zichzelf is gestart. Ja. Omdat hij echt heel technisch is. En hij is toen echt opleidingen gaan volgen voor HTML, websites en echte codering, zeg maar. En omdat dat toch wel heel divers is met VA, hebben we besloten om daar wel apart bedrijven. Want anders wordt het wel heel breed. Het is al heel breed wat ik doe. Ja, ja, ja. Anders wordt het heel breed. Ik hoor ook wel eens van vrouwen waarbij de partner dan bijvoorbeeld ook al zelfstandig is en zij willen dan ook starten. En dat ze dan soms ook onzeker zijn, want dan zijn we allebei zelfstandig ondernemer. Hoe ervaren jullie dat? Nou, ik vond dat helemaal niet spannend en ik had al eerder tegen hem gezegd van joh, van mij mag je stoppen. Maar hij vond dat zelf gewoon nog niet en hij vond dat zelf nog spannend. Nee, ik heb het eigenlijk, nee. Dat ondernemerschap heb ik nooit als spannend ervaren op de een of andere manier. Maar ja, dat komt denk ik ook door die slechte ervaring in loondienst. Het echt van de een op de andere dag. Mm. Je functie is vallen, je mag naar huis. Ja. Dus dat geeft dus ook gewoon geen zekerheid. Behalve dan dat je een vangnet hebt van het WW. Ja. Dat heb je nu niet. Maar ik heb het eerste half jaar met de aanvulling van het WW heb ik mezelf geen salaris gegeven. Ik denk, dat is gewoon het spaarpotje. En ik geef mezelf altijd veel minder, maak ik over naar de privérekening, wat er binnenkomt. En ik zorg gewoon dat er
genoeg over is, mocht er een keer echt het werk wegvallen. En als je met z'n tweeën zelfstandig ondernemer bent, is dat helemaal verstandig. En wij wisten eigenlijk in 2020 al dat we wilden verhuizen. Nou, dat is dus pas in 2023 gebeurd. Gewoon puur dat je, nou ja, niet tot je nek in een hypotheek wilt zitten. Mm-hmm. Dat je, ja, allebei zelfstandig ondernemer bent. Ja, precies. Ja, ja. En is het ooit gebeurd dat je dat het werk is weggevallen? Nee, want er komt er eigenlijk altijd meteen weer klant voor terug. Ja. Ja, dus dat is echt, het universum staat achter je. Als de ergste deur sluit, dan gaat een mooiere deur open. Dat zeg ik altijd, hè? Ja. Echt zo. Ja, je wordt altijd gesteund door het universum. Je hebt natuurlijk ook de periode van COVID-19 meegemaakt. Hoe kijk je daarop terug, op die periode? Nou, in jouw werk dan, hè? Ja, ja. Aan het begin vond ik het wel even spannend. Maar ja, je weet natuurlijk niet welke kant het opgaat. En ik was net gestart, juni 2019 gestart. Nou ja, 2020 corona. Maar ja, iedereen ging online werken. Dus iedereen begreep wat ik ging doen. En iedereen had mij nodig. Dus daar is het bedrijf echt heel hard doorgegroeid. Ja, en nu? Nu dat allemaal weer rustig is, merk je daar nog verschil in? Ja, want nu is het online werken voor heel veel mensen toch normaler. Dus ze snappen meer wat je online kunt doen en waar je ze mee kunt helpen. Ja. Ja, en dat is toch wel positief dan, hè? Ja. Ja. Ik heb het sowieso de corona niet als heel negatief ervaren voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja. En als je nu kijkt naar jouw doelgroep, hè, voor, en het succes van jouw bedrijf, hoe belangrijk is het dan voor jou geweest om toen te ontdekken voor wie ga je werken? Oh, dat wist ik eigenlijk meteen. Ik wilde eigenlijk altijd in een ziekenhuis werken, maar ik kon gewoon absoluut niet tegen bloed. Ik ben de opleiding begonnen, want ik weet dat het tussen je oren zit en dat het eigenlijk gewoon aanstelleritis is. Maar ja, de eerste beste keer bloed prikken, daar was ik er slecht aan toe als de patiënt. Dus ja, het werkte gewoon echt niet. Dus toen ben ik toch maar gestopt. En nou ja, mijn andere passie is cijfertjes. Dus ben ik bedrijfsadministratie gaan doen. En toen ik de VA-opleiding ging doen en je ook gaat nadenken over je ideale klant, was het gewoon meteen duidelijk, dat is mijn doelgroep. Ja, en hoe belangrijk is dat voor jou geweest dat je dat wist aan het begin? Wat heb je daaraan te danken aan het succes van je bedrijf? Dat je meteen kunt praten, nou ja, hoe hun praten, dat je op hun kan richten. En want als ik mijn social media doe of zo, ik kan me helemaal uitleggen hoe bepaalde tools werken, maar daar zit mijn doelgroep niet op te wachten. Die willen hun klanten helpen, of cliënten. Mm-hmm. En het liefst gewoon het werk uitbesteden, wat alle randzaken eigenlijk. Ja, dus het heeft jou in het vinden van klanten enorm geholpen, als ik jou zo goed begrijp. En dat je dat heel helder had. Ja, ja, plus de coaches en trainers en therapeuten die op de website kijken, die voelen zich ook meteen aangesproken, omdat ik voor hun ben. Precies, precies, ja. En dus je had een heel helder doel voor ogen. Ik wil een succesvol VA-bedrijf. Dit is wat ik wil doen. Dit is de doelgroep. En daarop heb jij acties genomen om jouw bedrijf op te zetten. Hè? Dus je bent in gesprek gegaan. Uiteindelijk kwamen daar klanten uit. Wat is er voor jou nog meer belangrijk geweest om een goede start te maken met jouw bedrijf? Wel mentale. Dat je dus echt goed voor jezelf zorgt. En aan het begin liep ik mezelf nog wel eens voorbij. Hè? Omdat je toch denkt dat je altijd bereikbaar moet zijn. Dat je meteen paraat moet staan. Maar ja, hoe drukker je werd, hoe moeilijker dat was. Ja. Dus daar heb ik wel echt... Ik heb echt nee moeten leren zeggen. En echt mijn grens moeten leren stellen van... Ja, tot hier niet verder. En eigenlijk vinden de mensen het alleen maar prettig als je dat doet. Ja, dat klopt. Want dan weten ze waar ze aan toe zijn. Ja, dus het is gewoon een win-win eigenlijk. En het is er heel fijn dat ik het nu samen met mijn man doe. En hij is een heel ander persoon als dat ik ben. Want ik voel me gewoon heel verantwoordelijk en ik wil echt ontzorgen. En hij zegt soms ook gewoon, stop, het is gewoon... Ja. Hè, je hebt ook weekend, vakantie, vrije dag... Dus ja, bij mij moet je eerder op de rem trappen als zeg maar een schop onder de kont.
is. Dus, maar dat komt ook omdat het werk gewoon echt wel heel leuk is wat je doet. Hè? Je krijgt er heel veel energie van, toch? Ja, zeker. Ja. Voelt het nou echt als werken voor jou? Van, nee. Oh, ik moet weer werken. Nee, nee. En daarvoor ben ik ook zo dankbaar voor het bedrijf. Want ik had op zondagavond altijd buikpijn als ik moest gaan werken de volgende dag. Ja. En ik vond mijn werk en loondienst leuk. Maar ik moest van maandag tot en met vrijdag aanwezig zijn. En ja. Van bepaalde tijden. En dan had je echt, je moet dat. En nu kan ik starten wanneer ik wil, stoppen wanneer ik wil. Nou, ik heb geen reistijd meer, kantoor aan huis. Gewoon dat verschil. Ja. Ja. Dat is voor mij echt de vrijheid. Opstaan zonder wekker, gewoon wakker worden wanneer je wakker wordt. Eerst een half uurtje wandelen en dan gaan werken. Ja, ultieme vrijheid. Ja, ja, dat is voor mij echt de vrijheid. En ik kan ook gewoon werken wanneer ik wil. Ik heb bijna geen afspraken, dus ik kan gewoon de dingen doen die ik wil doen voor de klanten. Ja. En dat is gewoon heel fijn. Ja. Ja. Hey, en als je gaat kijken naar jouw talentontwikkeling, hè, je eigen ontwikkeling. Je bent nu bijna 5 jaar werkzaam als VA. Welke talenten heb je nog meer ontwikkeld voor jezelf? In het werk als VA of persoonlijk? Allebei. Persoonlijk is echt wel dat ik heel dankbaar ben dat ik de dingen meer op me af laat komen. Dus dat dingen gewoon op mijn pad komen wanneer het op mijn pad moet komen. Dus echt dingen los kan laten. Geen verwachtingen hebben eigenlijk. Gewoon laten verwonderen en verrassen door het leven. Ja, echt de overgave. Ja, dat mooi. Inderdaad. En dat, dat vind je eigenlijk ook wel terug in het bedrijf. Dat, ja, ik ben gewoon veel meer ontspannen en rustig en relaxed. En, ja, en zakelijk of in het bedrijf, je hebt toch gewoon heel veel nieuwe tools, heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ja, toch wel gewoon, heel veel leer je jezelf aan, zeg maar. Omdat je toch met allemaal bepaalde systemen werkt. En dus het is gewoon heel breed. En hoe kijk je daarna terug, hè? Dat dingen zelf aanleren? Ik merk dat ik spreek vaak vrouwen die zeggen van, ik kom eigenlijk uit een andere, ik heb een andere achtergrond of ik kom uit een andere branche. VA voelt voor mij als nieuw. Hoe ga ik dit doen? Of die vinden dat spannend of eng. Maar ik merk dat wie dan ook start als VA, ze moeten allemaal nieuwe dingen leren en er vol in duiken. En daarom is het zo belangrijk dat je leergierig bent. Hoe heb jij dat stukje ervaren van jezelf? Ja, ik moest dat in loondienst ook, want er veranderden de systemen continu. Ik nam er heel vaak een afdeling bij, waardoor ik andere dingen weer moest leren kennen. Dus ja, ik heb dat altijd al wel gehad. Ja. Op school maakte ik altijd in de les al mijn huiswerk en ging ik alvast verder. En dus ik denk, die uitleg heb ik allemaal niet nodig, want het staat in het boek. Dus ik heb eigenlijk altijd mezelf dingen aangeleerd. Ja, ja. Ja, en dat is het allerbelangrijkste. Als je graag wil, je wil graag die vrijheid, je wil graag online of vanuit huis werken. Wat jou drijft, als je dat heel helder hebt, dat je dat zo graag wil, ja, dan kun je dat absoluut bereiken. Als je maar wel die inzet toont en er vol voor gaat. Maar ook vanuit ontspanning onderneemt, wat jij ook al zei, van de druk moet niet te groot zijn, want dan ga je in een negatieve energie zitten. Terwijl vanuit die ontspannenheid en vanuit vertrouwen, ja, dan merk je gewoon van wauw, oh, dit kan ik ook al en dit heb ik me aangeleerd. Dus dat is, dat is gewoon zo leuk daaraan. Ja. En dan ontdek je dat je veel meer kan dan dat je van tevoren misschien wel had verwacht. Ja. Ja, zeker. Want ik had sowieso nooit verwacht dat ik een succesvol bedrijf kon opzetten. Want ik denk, ja, als ik gewoon financieel een steentje kan bijdragen, is het al geslaagd. Ja. En hoe geslaagd is dat nu? Ja, zeker. Dat is heel erg geslaagd, ja. Meer dan. Ja. Ja, ja, ja. Het is niet een klein steentje, maar het is inmiddels een flinke steen geworden dan, die je bijdraagt. Ja, en dat was eigenlijk al heel snel. Ja. Ja, dus je hebt al heel snel heel goed een inkomen op kunnen bouwen. Ja, ja. Ja, want ze zeggen wel eens, hè, een bedrijf op start kost 3 jaar of wat dan ook.
Nou, het was echt een half jaar. Ja, dat klopt. Dat wordt inderdaad gezegd. Als je gaat kijken, denk ik, naar alle soorten bedrijven. En een VA-bedrijf is ja, toch wel anders dan dat iemand een fabriek start en noem maar op. Of noem maar even iets, hè. Of een webshop of naamsbekendheid krijgen. Dat heeft echt wel veel meer voeten in de aarde. Dus ik zeg altijd van ja, als VA, je mag in je handen klappen. Want je hebt zoiets moois in handen. Waarbij je relatief snel ten opzichte van anderen een heel mooi bedrijf op kan bouwen. Ja. En het mooie is dat je zegt van ja, ik had het eigenlijk nooit verwacht dat ik dit dus zou kunnen. Hè? En nu doe je het gewoon al 5 jaar. Ja, ik had echt nooit verwacht dat je zo makkelijk een bedrijf kunt starten. Dat is echt. Kijk, en aan het begin is het inderdaad, zei je, je hebt nog geen goed netwerk. Kijk, en nu merk je echt dat de mensen contact hè, met mij opnemen. Maar ook gewoon dat je vaak genoeg moet zeggen, ja, zoveel uur heb ik niet over. Ja. Nee, dat je het gewoon, dat je vol zit. Ja, kijk, en aan het begin had ik ze dan nog wel aangenomen dat je denkt, hè, dan kun je wat reserves opbouwen. Maar ja, nu weet je ook gewoon, dat moet je niet doen, want dat gaat ook ten koste van je kwaliteit. Ja, ja. Ja, en als we dan gaan kijken naar de markt van VA's, hè, het beroep VA is nog steeds groeiend. Als je gaat kijken naar sommigen denken van ja, maar ja, er zijn er al meerdere. Hè? De concurrentie, ik geloof nooit in concurrentie, maar daar wordt natuurlijk wel zo naar gekeken. En dan zie je dat je maar een bepaald aantal klanten kan helpen en dan zit je vol. Hè, dus als je kijkt naar hoeveel soorten ondernemers of hoeveel ondernemers er zijn, dan zijn er zo ontzettend veel VA's nog nodig om ze erbij te helpen. Terwijl ook nog de behoefte naar VA's groeit. Ja, en 5 jaar terug zeiden ze al hè, dat het is heel veel. Kijk, en als je op Facebook in een groep zeg maar iemand een VA vraagt, ja, dan heb je meteen 20, 30, 40 reacties. Ja, als ze niet meer zijn. Ja, kijk, dat heb ik alleen aan het begin gedaan. En ja, ja. Dan ben je één van de. En nu haal je ze uit je eigen netwerk. En je gaat gewoon met iemand in gesprek. En dan weten ze ook pas waar kun je mee helpen. Precies, ja. Het is heel belangrijk dat je je eigen marketingstrategie hebt. Dat je niet één van de 100 bent die reageert. Hè, maar misschien de enige bent. Of, ja, of dat er misschien nog één iemand meer is. En dat maakt het gewoon veel leuker. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Want als je gaat kijken naar jouw stap. Hè, je bent dus van werknemer naar ondernemer gegaan. Er zijn ook heel veel vrouwen die dus zelf starten als VA. Nou, veel, weet ik niet. Maar er zijn erbij die dat zelf doen. Maar die blijven een soort van rol van werknemer zitten. Hè? Jij hebt heel bewust de stap gezet om te leren van oké, hoe word je nou een professionele ondernemer? Hè? Zodat ik ook naast mijn klanten kan gaan staan en ze daarbij kan helpen. Want ben jij, als je nu terugkijkt naar de basis die je hebt gelegd voor het ondernemerschap, blij geweest dat je die keuze toen hebt gemaakt om dat fundament zo stevig neer te leggen? Ja, en ook dat ik de opleiding heb gevolgd. Want als ik dat niet had gedaan, had ik niet het uurtarief durven vragen als wat ik heb. Dan was ik echt lager gaan zitten. Ja. Nou, en probeer dan maar eens op een normaal tarief te komen. Dus, ja. En inderdaad ook van, ja, hoe zet je een bedrijf op? Als je dat niet weet, is het gewoon heel moeilijk. En je hebt mij ook wel echt geholpen om het vertrouwen te houden. Nou, ik heb heel veel gehad aan het boek. Universum staat achter je. Ja, mooi. Dat was ook echt een klant die daaruit voortkwam. Dat was ook echt, die oproep zag ik voorbij komen. En ik dacht, nee, daar kan ik niet op reageren. Want ze vroeg, en ervaringen dit en ervaringen dat. En ik ging weer in de tuin verder het boek lezen. En, ja, en ik zag weer, ik dacht, nou, nu moet ik gewoon. En dat had ik haar ook gestuurd. En ik las dat in het boek en dit en dat. En nou, je zat met meerdere een gesprek en dat ik startende was helemaal geen probleem en ik neem je mee en het is nu nog een klant. Ja, kijk, en wat is het belangrijkste stuk daarin geweest? Want dat is ook hè, heel veel starters die denken van, oh ja, maar ik weet nog niet zoveel, kan nog niet zoveel. Wie wil dan met mij samenwerken? Wat is nou echt belangrijk dan daarin? Dat je het ook gewoon durft aan te geven. En als iemand gewoon zegt van, joh, ik wil je wel helpen of wat dan ook. En natuurlijk ook dat je het probeert. Maar ook dat je wel echt leertijd inplant. Want je kunt natuurlijk niet alles doorbelasten naar je klant. Nee,
In het begin zeker niet, nee, op een gegeven moment wel. Maar het eerste jaar ben je wel echt wel heel veel tijd kwijt met leertijd. En, maar goed, dat is een investering die flink rendeert en wat een flinke steen is geworden. Dus hè, dat is wel echt heel mooi. Ja. Ja, en dat is dus wel echt het voordeel als je het vanuit de WW doet. Ja. Dus eigenlijk heeft het wel echt voordelen om je bedrijf te starten als je gewoon heel veel tijd hebt. Want dan heb je gewoon heel veel tijd om te netwerken. Heel veel tijd om iets uit te zoeken. Ja. En dan kun je ze ook gewoon blijven verrassen. En dat is eigenlijk... Ja, kijk, hoe meer tijd je hebt, hoe meer tijd je kan besteden om je bedrijf op te zetten. En nou is het bij jou natuurlijk super snel gegaan. Er zijn ook vrouwen die... of mannen ook natuurlijk die dit gaan doen. En die part-time werken, maar sommigen ook fulltime. Waarbij het ook lukt, maar dan heb je gewoon wel wat meer tijd nodig. En dan moet je ook heel realistisch zijn van, dit kan, hè, maar dan wel gewoon op mijn tempo. En bij jou kon het allemaal wat sneller gaan. Nou ja, dat was een geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen dan, toch? Ja, de aanloop ging best langzaam. Ja. Toen ik eenmaal was gestart. En, maar ja, het is ook wel echt ook wel een stukje geluk, hoor. Dat echt gewoon van het begin gewoon goede klanten die gewoon goed mee doorgroeien. En dat zeiden we ook, we gaan samen groeien en bloeien. En we zeggen ook heel vaak tegen elkaar, we hebben het wel een beetje overdreven. Overdreven in de zin van? Nou, dat ik bij één klant ben ik bijvoorbeeld 12 uur per maand gestart. En ik zit nu op 27 uur per week. Ja, ja. Nou ja, dus dan heb je ook al niet heel veel tijd meer over voor ander werk. Nee. En dat werk kan Marco gelukkig ook. En meestal begin ik met klanten ook, een klein pakket, zodat je elkaar leert kennen en dat je vanuit daar samen verder kunt groeien. Ja, ja. Want anders is het ook niet te doen, want je moet elkaar leren kennen, je kunt niet meteen alles overpakken. Ja, nee, dat is ook zeker waar. En voor ondernemers is het soms ook lastig, oh, wat kan ik uitbesteden? Zeker de kleine ondernemers die het niet gewend zijn, wat wil ik uitbesteden? Het vertrouwen winnen in de ander en dan zo opbouwen. Ja, en hoe zie jij jouw toekomst voor je? Als je nu verder kijkt, wat zijn nog jouw wensen, je dromen, je verlangens? Nou ja, mijn dromen zijn op dit moment allemaal uitgekomen. Dus ik moet echt een nieuwe droom gaan verzinnen. Want mijn laatste droom was een vrijstaand huis. Dat is gelukt. Dat is gelukt? Ja. Kijk, nou, je hebt gewoon je mooiste dromen en doelen gemanifesteerd. Ja, en als ik naar links kijk, dan zie ik weiland en een heel vrij uitzicht. En ik wandel zo het Bargeveengebied in hier. En dus mooi, hè? Ja, het bedrijf loopt goed. Ik heb plezier, ik ben gezond en mijn man is gezond, familie. Ja, dus ik moet eigenlijk op dit moment een nieuw droom, maar ja... Ik leef mijn droomleven, laat ik het zo zeggen. Wauw. Ja. Nou, dat is echt wel een hele mooie om bijna mee af te sluiten. Wat wil jij vrouwen zoals jij nog echt meegeven die aan het begin staan? Hè? Dus die misschien nog overwegen om te starten als VA. Wat je ze wil meegeven wat echt belangrijk is om een doorbraak te krijgen? Wat mij heeft geholpen om zelfvertrouwen te krijgen is gewoon te stoppen om... succesvolle mensen even te volgen. Want je weet A, niet zeker of ze succesvol zijn, of dat ze het alleen op social media zetten. En het zo echt even op je eigen manier te gaan doen. Want anders dan ga je heel snel, denk ik, een kopie vormen van iemand anders. En als je het gewoon helemaal vanuit jezelf doet, wat wil jij zelf? Wat wil jij zelf echt graag doen? En dat gaat uitrollen. En volgens mij werkt dat dan altijd. En zo heb ik het gedaan. Echt gewoon... Ja, mensen zeiden tegen mij, joh, waarom schrijf jij op LinkedIn over jezelf, over het universum? En, nou ja, omdat ik dat wil. Ja. En achteraf gezien, nou ja, is dat gewoon heel goed uitgevallen om het juist zo te doen. En niet allemaal tools te beschrijven, want daar zitten mijn klanten niet op te wachten. Nee, het echt dicht bij jezelf blijven. En dat is precies waar ik voor sta. Wie ben je? Waar word jij blij van? Hoe is jouw manier van ondernemen? En dat is ook wel echt wel een ontdekkingstocht. Want in de wereld waarin we leven zijn we vaak redelijk ver verwijderd van onszelf. Want we doen alles vanuit onze opvoeding, vanuit conditioneringen, dingen die we hebben meegemaakt. En ja, het ondernemerschap brengt je heel erg terug bij jezelf.
Wie ben ik? Wat wil ik? Oh, ik mag nu mijn eigen keuzes gaan maken. Terwijl we dat misschien al heel lang niet hebben gedaan. Want ja, doe maar gewoon die opleiding. Want dat is verstandig. Of zorg voor zekerheid. Dus wat ik heel erg heb gemerkt is ondernemerschap echt een hele persoonlijke reis is naar jezelf. Maar hoe meer je onderneemt vanuit wie jij bent, wat bij jou past, je eigen unieke manier. Hoe meer je merkt dat je aan de andere kant de mooiste resultaten krijgt. Ja. Ja. Dus ja, absoluut waar. Ik sta er 200% achter. En ja, ik denk dat het ook heel mooi is om hè, dat wij hiermee anderen inspireren. Volg je hart, volg je gevoel, doe waar je blij van wordt. En creëer je droomleven, manifesteer je droomleven gewoon zoals jij hebt gedaan. Ja, echt een heel mooi voorbeeld, Esmee. Ja, en neem kleine stapjes. Hè. Je hoeft nog niet naar het eindresultaat te kijken. Maar als je bedrijf gaat starten... Ja, plan eerst voor jezelf een marktonderzoek in. Ja, dat is de eerste stap. De tweede stap is dit. Niet meteen het eindresultaat. Want dat is zo ver weg. Dan denk je, dat lukt me niet. Dat... Nee. Nee, en dan krijg je weer die angst en die onzekerheden. Het is wel belangrijk dat je een duidelijk stappenplan hebt. Maar alles stap voor stap. En blijf genieten terwijl je je reis maakt. Dus terwijl je de stappen doorloopt, blijf genieten... wees onthecht van het resultaat, het moet. En je mag wel een manifestatiedoel hebben van dit is wat ik graag wil, net zoals jullie, hè, van goh, vrijheid, mooi vrijstaand huis. Maar als je maar wel loslaat, wanneer komt dan dat huis of wanneer? En dat is waar we de processen gaan forceren van ik wil dat dan en dat dan. En, hè, en dan zit je in de niet fijne energie, waardoor het ook veel lastiger is om het te bereiken. Ja, en op het moment dat je vol overgave gaat, dus vanuit het vertrouwen, dan merk je dat uiteindelijk dingen ontstaan waarvan je denkt achteraf, jeetje, ik heb gewoon mijn droomleven gerealiseerd. Ja. En dat we onthecht zijn van het resultaat. Ja, mooi. Ik ben super blij voor jullie nog steeds dat het zo lekker met jullie gaat. Heel erg bedankt voor jouw tijd, jouw aandacht en je energie en je mooie inspirerende woorden voor anderen. Waar kunnen luisteraars of kijkers jou vinden, mochten ze nog wat meer over jou willen weten? Ik heb een website, esmeenboom.nl, maar ook op social media, LinkedIn ben ik vooral heel actief. Ja. Dus het is gewoon mijn eigen naam, Esmee met 1E en Boom met een Nico. Met een Nico. Ja. Ja. Nou, super bedankt. En jij als luisteraar of kijker ook super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.